Goedemorgen, goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Martin en ik neem je vandaag mee op de boerderij. En ik ga vandaag weer voor het eerst weer werken na sinds 2 weken ziek op bed hebben gelegen. Ik heb er nog wijs veel zin in weer. En ik heb er nog wel een beetje last van mijn stem. Maar goed, dat komt de hele tijd wel weer goed. En wij gaan vandaag gewoon weer lekker werken. Het is wel wat slecht weer vandaag. Wie geris in de luchten, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. We gaan vandaag beginnen met voeren. Eerst koffie, dan nog voeren. En dan zien we wel weer wat we gaan doen vandaag. Maar ik heb er nog eens veel zin in. En je moet wel weer goed komen, dus we gaan gewoon zien wat er gaat gebeuren. Volg je ons op Facebook en Twitter en Instagram nog niet, doe het dan even. Onder in de beschrijving zie je de links staan van de sociale media waar we allemaal op zitten. Volg het, kijk real life, kan je meekrijgen wat er allemaal gaat gebeuren en wat we allemaal doen. Het kan wel eens wezen dat het wat drukker is dan normaal, maar dan proberen wij zoveel mogelijk te posten. Maar als het gewoon niet lukt, dan doen we het gewoon komt het wat later. Maar goed, het gaat allemaal wel goed komen. Jongens, ik ga aan het werk, duimpje omhoog als je het dan leuk vindt. Doe het, abonneer op ons kanaal hier beneden en dan komt het wel helemaal goed. Jongens. Veel plezier bij de vlog. Zo, we zijn op de boerderij aan het komen. De pink die staan allemaal binnen. En de paarden hier die staan naar buiten. Trekken. Kalveren. Prachtig mooi beest. En binnen staat ook nog weer de kalver die je laatst hebt gezien. Die staat gewoon nog weer daar binnen. Ik ga zo aan de koffie. Ik moet mijn check hier hem op. En dan ga ik weer emmertjes en de koffie. En dan gaan we voeren. En dat allemaal vanuit die silo die daar staat. Daar staan mijn brakken in. En dan gaan we weer verder beginnen eigenlijk. Misschien dat ik nog een voer een beetje aan ga schuimen met de hand. Dat misschien wel helemaal ga doen. De voer ligt niet helemaal lekker erbij. Kan wel iets meer opgehoogd worden. Ik ga koffie drinken. Zo. Zo, de kalver en de pink die hebben weer brakken gekregen. We hebben net de kalver binnen en we melk gegeven. En nu zitten ze weer lekker aan de brakken, zeg maar. Lekker aan het eten. En wij gaan zo weer verder met de andere klussen. Ik weet niet wat voor klussen we nog meer te doen hebben. Goed. De dames zitten er weer keurig bij. Lekker aan het eten. Dus ik ga naar de volgende klus toe. Ik weet alleen nog niet wat het is, maar wacht. We merken het zelf wel. Tot zo. Zo, we zijn nog bezig met voer aan het aanschuiven. Er ligt voer ook weer zo wat netter erbij. Dus dat moet ook gebeuren. De voer weer wat netter erbij ligt. Ik zal de camera wel even draaien, dan kan je even meekijken. Kijk, we hebben ook nog meer aan de beurt is. Even kijken, hier ligt alles keurig aangeschoven. Hier komt nog een stukje erbij. Oké. En deze kan dan weer aanschuiven. Zo. Ja, het voer is weer aangeschoven. We hebben bij de kalver hem aanschuiven en dan zien we wel wat verder gaan doen. Het lastige met die aanschuim is dat er 2 soorten gras in zit. Er zit
Dit gras zit erin. Op zich, dit is makkelijk aan te schuiven. Maar je hebt ook nog stukken zitten en dat zijn de nette stukken, en dat is dit. Dit is het zure zult, zeg ik al, het zuur spul. En dat is wat, dat maak ik lastig om aan te schuiven. Dus ik ga nu verder met de andere kant aanschuiven, met deze rijden aanschuiven. Dus, en dat is op zich nog wat makkelijker, want dat zit gewoon normaal gedroogd spul bij. Ik ga aanschuiven en dan kom ik zo weer bij terug. Yo! Zo, we hebben nu pauze. We hebben even van mijn koeien gevoerd. We hebben voer aangeschoven. We hebben kalvermelk gegeven. We zijn net terug van achter. We hebben auto in wezen stapelen. Dat is ook gebeurd eigenlijk. En dan, ja, auto gestapeld. En, ja, auto gestapeld. We gaan zo naar hier. Het regent nog behoorlijk als een teringneter. We zullen zien straks wat we straks gaan doen. Maar eerst gaan we appje heen. Zo, sapper flappie. Wat een typisch bak is kutte weer. Ja, je weet dat het wel online komt, hè? Ja, prima. We gaan zo de pinken even overzetten. We zijn nu draad aan de span, extra draad. En we gaan nou zo dus de pinken van de ene wei naar de andere wei overzetten. Maar bij meer gras is. Haha, vreten zullen ze. Het is bakkers weer, wat ik al zei, we zijn nu onder de klep. Mooi panorama daar. Maar we gaan zo dus de pinken overzetten. Nou, adios. Zo, we zijn al bezig met de stroomcontrole. We hebben net gisteren op bepaalde punten. Nou, dat moet wel. We gaan nu kijken hoe het met de stroom zit. En daarna kunnen we het overzetten, de pinken. En ik ga zo koffie drinken. We zijn nu draad aan het spannen. De draad aan het leng. Wel achter toe. Maar het blijft een bejaag. En daarna kunnen we de boel overzetten naar buiten, naar het land. Maar deze is het afrasten. En wachten tot tegen dat ik weer kan lopen. En dan gaan we achter hier. En dan gaan we teruglopen. En dan en we kunnen weer. Ik heb vandaag weer de dagelijkse beweging wel weer gehad, denk ik, maar zo op te zeggen. En ik heb het weer. Behoorlijk klusje, ja, kan ik zeggen. Ja, we gaan weer verder lopen. Maar het is vaak toch mooi, hè? Altijd buiten. Nu ook niet zeuren om de regen. Ik moet nog een klein stukje lopen en dan. En dan zijn we weer klaar. Het overzetten is zo gebeurd, maar je moet alles goed voor elkaar hebben. Want één draad heeft geen stroom. Die pakt hem ook geen stroom. Nou, dat zal wel een kabeling. En. Hij ging net weer wat stroefjes. We zijn nou in het bos. We hebben een achterloop. Ik ga even stoppen, tot zo. Zo, we lopen nu terug. We hebben deze ook het laatste deel van de vlog. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer. Hey, adieu.